spijt me dat het zo lang duurde voordat ik weer filmpjes ging plaatsen. Maar ik ben onlangs mijn verzorgpony verloren en de vakanties kwamen ertussen. Dus het ging allemaal heel snel. Maar vandaag ga ik allemaal filmpjes maken in het thema van de wedstrijd. Want ik heb vandaag een wedstrijd. Nu ga ik jullie zo meteen laten zien hoe je met naald en draad knotjes maakt. Ik heb er natuurlijk een hele lieve pony voor uitgezocht. Goed, voor het vlechten van de pony of baard heb je natuurlijk een aantal dingen nodig. Zoals bijvoorbeeld stiepjes. Deze in de kleur van je paard. Want het is natuurlijk niet leuk als jij een witte pony hebt en je gaat zwarte stiepjes doen. Koop dit wel speciaal in een ruitersportwinkel, want anders heb je niet het juiste draad. En de naald is ook heel anders dan een normale naald. Een kam, je kunt kiezen voor een ijzeren kam, die heb ik nu even in bij me. Een plasticke of een plastic rosborstel. Wat natuurlijk ook wel handig is als je op een groot paard rijdt, is een koffer om op te staan of een trapje. Denk hierbij wel altijd om je eigen veiligheid. Want als je paard nou links gaat draaien, en jij zit die koffer, dus let daarop. Goed, dan ga ik jullie nu laten zien hoe je gaat vechten. Eerst kam je natuurlijk heel goed de manen uit. Ik ga nu even voor de rubberen rosborstel, omdat ik die fijn vind. Doe dit voorzichtig, want op de meeste meisjes zijn ze er niet voor bij. Nou ja, ik heb het net al uitgekamd. Dus wat je dan gaat doen is je gaat allemaal kleine staartjes maken. Dus je doet, je pakt de breedte van zo'n kammetje. Zo, pluk. Daar maak je dan een staartje van. Praat ondertussen tegen je paard, want hij kan er een beetje nerveus van worden. Zoals je ziet, heb ik nu alleen nog maar een staartje ervan gemaakt. Oké, wat we nu gaan doen, is we gaan er een vlechtje in maken. Dus, je verdeelt het staartje in 3 plukjes van Marini. Ongeveer gelijk plukken. En dan ga je zo over elkaar kruisen. Vlecht hem goed strak, want anders lukt het straks niet met het knotjes maken. Ja, helemaal tot onderaan. Dan gaat het stiekje er onderaan in. Ja, heb ik er nu allemaal vlechtjes van gemaakt. Ik heb ze allemaal goed strak gevlecht, zodat ze straks niet uit elkaar gaan. Er zitten wat iets dikker en iets dunner ertussen, maar dat maakt op zich niet zoveel uit. Nou, dan gaan we nu zo verder met het naald en draad en dan gaan we er knotjes van maken. Nou, ik heb al 1 knotje gedaan, zoals je ziet. En dan ga ik het volgende stukje. Wat je nodig hebt is ongeveer zo'n lang stukje draad. En de naald. Je steekt het draad door de naald. Zo. Dan ga je naar het vlechtje die je wil doen. Je vouwt. En dan
steek je er met een naald doorheen. Zo, dat hij er aan de bovenkant uitkomt. Haal die naald er even uit. Pas wel op dat je paard ook niet prikt. Wat je dan doet, is je trekt de naald aan. De draad, sorry. En je legt er een dubbele knoop in. Zo. Nog een keer erdoorheen. En je trekt het aan. Dan pak je de naald weer. Er hangt dus nu een draad aan. De naald. Je steekt de draad er weer doorheen. Zo. Hou een beetje een lange lus, want anders moet je iedere keer dat draad er weer insteken. Wat je dan doet, is je tilt de vlecht omhoog. Dan ga je via de onderkant onder het stiekje langs. Zodat hij er hier weer bovenaan uitkomt. En trek je hem zo erin. Wat je dan doet, is je gaat er weer hier in en komt er daarboven weer uit. Dan ga je er hieronder en boven in. Ga je er een keer doorheen. Doe hem aan. Hier er nog een keer doorheen. Onder, daar weer uitkomen. Aantrekken. Dan ga je nog één keer helemaal van onderen er doorheen. Stevigheid. En dan de allerlaatste keer ga je nu vanaf onderen erin. En erboven kom je er weer uit. En nu moet je opletten, want je moet hier je vinger op de lus houden, want wat je gaat doen is je knoop. Je steekt met je naald er zo doorheen, door je vorige. En dan trek je hem aan. Desnoods maak je er nog een knoopje in, als dat nodig is. Ik doe dat nu even zodat jullie het zien. Echt alleen door het draad. En dan knip je het draad af. Dit is het einde van het filmpje. Dit is het resultaat. Ik hoop dat je het leuk vond en nu ook weet hoe je de volgende keer zelf moet vlechten. Oh, en vergeet vooral niet te abonneren, want dan zie je iedere keer wanneer ik er een nieuw filmpje op zet. Doei!